Er zijn veel updates vanuit Charkov. De situatie in Vofgansk blijft vluchtig als de strijdkrachten van Oekraïne aanzienlijke tegenaanvallen hebben gelanceerd binnen de stad. Recente ontwikkelingen wijzen op aanzienlijke winsten door Oekraïnse strijdkrachten die belangrijke gebieden in de stad hebben heroverd. De strijdkrachten van Oekraïne hebben met succes tegenaanvallen uitgevoerd in Vofgansk, herovering van blokken en het verdrijven van Russische troepen uit delen van het stadcentrum. Volgens een Duitse militaire personalist veroverden Russische troepen medio mij het noordelijke deel van Vovgansk en breiden zich uit tot centrale blokken. Echter, recente Oekraïnse vooruitgang heeft de Russische controle teruggebracht tot ongeveer een kwart van de stad, van bijna de helft enkele dagen geleden. De heroverde gebieden bevinden zich voornamelijk in drie gebieden: ten westen van de citadel, iets verder naar het zuiden, dicht bij de aggregaatfabriek, en in het oostelijke deel van de stad. Waar de Oekraïners krachtig naar het noorden oprukken. Deze verschuiving in controle benadrukt de effectiviteit van de Oekraïnse tegenoffensiefspogingen. Met name recente rapporten onderstrepen het belang van het Oekraïnse succes bij het vasthouden van hun posities in de citadel. Dit gebied is gekenmerkt door hoge, versterkte gebouwen die door Oekraïnse strijdkrachten worden gebruikt om elke Russische opmars naar de VS te decimeren. Gelokaliseerde beelden bevestigen de berichten van de Oekraïnse strijdkrachten aanzienlijk vooruitgang en het terugwinnen van verschillende kritieke puntengebieden die voorheen onder Russische controle stonden. De eerste video toont de toezichtverkenningsdrones, houden de straten van Wofchansk. De drone detecteert een groep infanterie, probeert zich te verstoppen in een garage. Na de eerste impact van een FPV-drone slaagden sommige soldaten erin ontsnappen en schuilen in een tweede garage 20 meter verderop. De hele scène wordt vastgelegd door de verkenningsdroon, die markeert het doel voor een tweede FPV-droon die toeslaat de garage, waardoor de Russische soldaten werden geëlimineerd probeerden daar te schuilen. Een tweede filmpje toont een gebouw ten westen van de aggregatenfabriek, als schaalplaats ingenomen door een Russische infanteriegroep. Verkenningsteams markeren het doelwit voor Oekraïners artillerie, die een verwoestend spervuur afvuurt op het gebouw, het slopen ervan. De beelden suggereren dat de Oekraïnse artillerieuitrusting nog steeds volledig operationeel is en Russische tegenbatterijpogingen blijken niet succesvol. Toegang tot ongecensureerde gevechtsbeelden is te vinden op ons Telegram-kanaal. Russische troepen vertrouwden op luchtaanvallen met glijbommen, hoewel Oekraïnse troepen erin geslaagd zijn posities vast te houden en te gebruiken voor tegenaanvallen. Talrijke video's met droompanorama van Vofgansk tonen Russische pogingen om de stad te nivelleren. Een prominente Russische mailblogger schetst drie redenen voor het vastlopen van de Russische offensieve operatie in Sharkov. Russische strijdkrachten hebben het slagveld niet effectief geïsoleerd en faalden bij het verstoren van Oekraïnse logistiek. Ondanks zware Russische beschietingen en de verwoesting van talrijke bruggen met zweefbommen, hebben Oekraïnse ingenieurs voortdurend pontonovergangen gerepareerd om de gestage aanvoer van troepen ten noorden van de Vofga-rivier te verzekeren. Oekraïnse FPV-drooms hebben de Russische infanterie aanzienlijk gehinderd in ontwikkelingen binnen de stad. Ook hebben een aanzienlijke aanwezigheid van Oekraïnse sluipschutters en speciale troepen, zoals de Kraken-eenheid, de Russische inspanningen belemmerd. Ten derde, de Russische tegenbatterijoorlogvoering slaagde er niet in de Oekraïnse artillerie te beperken, waardoor Oekraïnse troepen een robuust offensief vermogen konden behouden. In een recente ontwikkeling heeft de Amerikaanse regering Oekraïne toestemming gegeven om door de VS geleverde wapens, waaronder HIMARS-raketten, te gebruiken voor tegenvuurdoeleinden tegen Russische troepen op Russische bodem in de richting van Sharkov. Deze lang verwachte beslissing. Leiden tot talrijke HIMARS-aanvallen op Russische bases, uitrusting, munitiedepots en luchtafweersystemen in de Belgorod-regio. Deze stakingen hebben de logistiek van de troepen aanzienlijk ondermijnd in de richtingen Liptsi en Volgansk. Maar de Oekraïnse strijdkrachten maakten niet alleen gebruik van Amerikaanse systemen gericht op Russische logistiek. Recente geolocatiebeelden lieten een Russisch konvooi zien dat de cruciale fout maakte door in een korte afstandskolom nabij de grens van de sumy regio te rijden. Het konvooi werd snel ontdekt en aangevallen door talrijke FPV-drones. De dramatische scènes laten zien hoe voertuigen proberen te vluchten en zich te verstoppen terwijl Oekraïnse drone-operators zich richten op en 18 voertuigen vernietigden in het konvooi, met de nadruk op de effectiviteit van de Oekraïnse drone-oorlogvoering. De ongecensureerde video van deze operatie is ook te vinden op ons Telegram-kanaal. De Russische strijdkrachten bevinden zich in een precaire situatie in de richting van Vofgansk. Wat begon als een afleidingsoffensief om de Oekraïnse strijdkrachten uit te breiden en een bufferzone ten noorden van de rivier de Vofga te creëren, is een defensieve strijd geworden. Russische strijdkrachten lijden nu onder aanzienlijke logistieke problemen en verlies van posities aan Oekraïnse tegenoffensieven. Het Amerikaanse besluit om Oekraïne toe te staan Amerikaanse wapens te gebruiken op Russisch grondgebied heeft de Russische plannen ontspoord en hen gedwongen aanzienlijke verliezen in personeel en uitrusting te accepteren om de politieke gevolgen van een terugtrekking te vermijden. Over het geheel genomen blijft de situatie in Wofgangsk zeer omstreden. Met Oekraïnse troepen die aanzienlijke winsten boeken door effectieve tegenoffensieve operaties. De personele superioriteit, samen met het gebruik van drones, artillerie en door de VS geleverde wapens, heeft het momentum ten gunste van Oekraïne doen verschuiven. De verstoringen van de Russische logistiek en de herovering van belangrijke gebieden door Oekraïnse troepen geven aan dat de overhand in deze richting definitief naar Oekraïne is verschoven. Als u tegen de invasie van Oekraïne bent en u wil steunen, overweeg om online een aankoop te doen winkel UA supporter. Hier vindt u producten met Oekraïense symbolen om niet alleen uw steun voor dit kanaal te tonen, maar ook voor Oekraïne. De link naar de online winkel staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken dit verslag en ik zie je in het volgende verslag.